Gert-Jan Karsten, je ploeg gaat hier met 4-1 onderuit in Volendam. Na een bewogen middag, mag ik wel zeggen, waarin jullie strijdend ten onder zijn gegaan. Ja, 4-1. Ja. 2-1 de stand, 10 man. Toen heb ik even 2 minuten op mijn knietjes gezeten met een briefje. Ik denk, misschien moet ik een Dwight Lodeweegje doen. Maar ik heb het briefje uiteindelijk maar niet meegegeven. En als je met 10 man 2-1 achter staat, derde wedstrijd in 7 of 8 dagen en al zoveel energie geeft en zo dicht bij de gelijkmaker komt, ondanks dat je weet dat hun in omschakeling natuurlijk ruimte gaan krijgen met een man meer. Ja, dat vind ik bijzonder knap. En dat we uiteindelijk 4-1 verliezen, dat zegt me niet zoveel. Gegokt en verloren? Ja, sowieso verloren. En ook wel een beetje gegokt. Aan de andere kant ook wel heel veel strijd geleverd. Uiteindelijk verliezen wij de wedstrijd in 2 momenten de eerste helft. In de eerste minuut lopen wij met 5 man alleen naar de keeper toe. Ligt er een speler van Volendam, die heeft last van zijn ribben. En hij fluit omdat die speler verzorging nodig heeft. Ik heb naar Noorden scheidsrechter een spelstil zien leggen omdat iemand verzorging nodig heeft. Wel bij een hoofdblessure. Maar daar was absoluut geen sprake van, heeft hij zelf bevestigd. Nou, dan kom je normaal met 1-0 voor. Dan komen we 1-0 achter door een schitterende vrije trap van de beste man op het veld. Onnodig dat je die vrije trap weggeeft, want hij moet gewoon voor zich houden. Dat gebeurt en die jongens schoten vorig jaar ook hier 3 in de kruis van afstand. Dat is gewoon een geweldige voetballer, nummer 11. Je kunt elke tegengoal analyseren. Tuurlijk zoet. Deed hij niet goed, maar die goal was gewoon prachtig. En daarna tot aan de penalty vond ik ons nog steeds prima voetbal spelen. Verzorgd, hun gevaarlijk in omschakeling, wij verzorgd positiespel. Maar penalties moet je er gewoon inschieten. En dat doen we. Slecht ingeschoten door Rikold Jan Brands, je aanvoerder. En ik had begrepen dat hij normaal gesproken altijd een andere hoek kiest. Nee, hij schiet hem in alle hoeken. Hij schiet hem normaal ook raak. Daar iets mis ook wel eens. Niet moeilijk over doen, maar dat is natuurlijk wel een breekpunt. Want 1-1 of 1-0 in de rust. Nou, dan komen we na de rust uit de kleedkamer naar de 2-0. Nou ja, je komt uit de kleedkamer, maar eerst nog een hele scène. Want je brengt Klaas Kramer in en dan... Vervolgens mag hij niet het veld in aan het begin van de tweede helft, omdat hij een ring om heeft. Die is afgetaped. En dan vervolgens gaat de wedstrijd gewoon vrolijk door, terwijl jullie met 10 man op het veld staan. Ja, hij laat gewoon aftrappen. Ja, het is waanzin. Ik ga daar niet meer. En dan zeg jij, Strijker, naar de grond. En dat trucje, dat werkte. Ja, die van Dwight Lodeweges heb ik niet gebruikt, maar die van Henk Vreese wel. Maar het zegt ook wel over de scheidsrechter dat je hoort dat een trainer dat roept en dat je toch verzorging laat komen. Maar om de keeper mag je niet wisselen. Dus daardoor kon Klaas heel gauw met heel veel pijn en moeite en hoop vaseline die trouwring afkrijgen. En dan speelden we weer 11 tegen 11. Dat klopt. Maar... Dan de 2-0. Hoe heb je die beleefd? Van Roy Tol. Waarna je keeper Strijker rood krijgt. Ja, nou dat moment. Ja, er wordt geprotesteerd door hem. En hij krijgt geel en nog een keer geel. En dan moet je met 10 man verder. Ja. En dan, wat was de lezing uiteindelijk? Waarom wordt Strijker uit het veld gestuurd? Want dat was misschien ook wel het breekpunt van de middag. Ja, dan moet je een scheidsrechter vragen. Ja. Je hebt geen idee, hij heeft hem niet beledigd. Ik weet alles, maar ik zeg niks. Ja. Goed, dan sta je met 2-0 achter en dan moet je met 10 man verder. En dan maak je eigenlijk vrij snel de 2-1. En dan komt jouw strijdplan waarin je gokt. En je het Volendam heel moeilijk maakt, want ik had eigenlijk het idee dat ze het niet meer wisten. Nou ja, Barry en ik stonden in de blessuretijd, want die man die vond het nodig bij 4-1. Na alles wat hij al gepresteerd had om nog blessuretijd bij te trekken. 6 minuten voor de liefhebber, denk ik, voor zichzelf, ik weet niet. Maar toen stonden we al een beetje te praten. Toen zei Barry, eigenlijk is 4-1 niet terecht, want jullie creëren met 10 man zoveel chaos bij ons. En we hadden helemaal geen grip op... Snoek had een kans op de 2-2. Ja, maar vlak daarvoor hadden hun natuurlijk voor het lege doel de 3-1 al gemist. We moeten gewoon... Prima van de lijn gehaald door Ras, geloof ik. Nou, weet je, dat is gewoon een beetje gallery play. Je gokt. En als je de aansluiting maakt, dan kom je in de wedstrijd. Voor je Ras de tweede helft echt de leidersrol nemen aan de linkerkant. Kwam veel in balbezit, een paar mooie paasjes. Balletje moet net een keer goed vallen, afwerking moet net iets beter zijn. Spelervattingen moet je dan net even gelukkig zijn dat ze een keer goed vallen. Dat is een beetje... Goed, zij weten het niet meer op 2-1 en jullie drukken en drukken. En dan een vrije trap. Ja, die snoeihard in de muur wordt geschoten en vervolgens penalty tegen. Dat maakt een beetje voor jou de malaise compleet. Ja, maar die past helemaal in het plaatje. En de vrije trap was volgens Volendam zelf ook niet terecht. Maar goed, ik weet het allemaal niet meer. Dat zal wel. Wij verliezen hem gewoon in de eerste helft, in de eerste minuut en in de penalty situatie. Wij verliezen hem in de tweede helft door de 2-0 en met name door de rode kaart die daar volgt. Wij verliezen hem in de kans van Hessel, die kan 2-2 maken. Daar kun je misschien zakken en de boel dicht gaan houden. Maar overal verliezen we hem vooral doordat Volendam in de eerste helft met nummer 11 en in de tweede helft met nummer, Joey kwam erin met 17, denk ik. Normaal heeft hij 17, dacht ik.
Ja, dat zijn gewoon twee individueel sterke spelers en die hebben vandaag in mijn ogen verschil gemaakt. Want de eerste goal, ik blijf erbij, daar doen wij van alles verkeerd. Maar hoe hij hem in de kruis schiet, kan ik ook van genieten. Ja, dan wordt het 3-1, dan wordt het 4-1 en dan al ruim voordat de scheidsrechter affluit, feliciteer jij je collega en geef iedereen een handje. En zodra de wedstrijd afgelopen is, gaan jullie heel snel naar binnen. Nou, dat heb ik bewust gedaan. Ik kan de frustratie bij mijn ploeg begrijpen. Ik vind dat ze zich uitermate netjes gedragen hebben. Ik heb ook bewust de jongens allemaal naar binnen gestuurd, bij de scheidsrechter weggehouden, dat er ook geen discussie meer zou komen. Ik heb ook jonge kinderen weggehouden bij de arbitrage, want niemand heeft nog wat aan te merken dan. Dan draai je het toch niet meer terug en dan kies je maar voor het wijzer zijn. Het is niet zoals het hoort. Volendam, Urk, ik heb bij elkaar 4 overtredingen gezien die ertoe doen. 8 keer geel en 1 keer rood. Wij krijgen een penalty mee, hun krijgen geen geel. Het was allemaal zo arbitrair, zo onterecht en zo oneerlijk. Het is gewoon, en ik vond het eigenlijk een hele goede scheidsrechter, die eerste helft. Dat vind ik nog het meest vervelende. Ik vind het een groot talent. Maar zoals wij vandaag behandeld zijn, dat lijkt helemaal nergens op. Je gaat ook niet meer even gezellig wat drinken in de bestuurskamer, heb ik begrepen. Hè? Maar het ligt niet aan Volendam in jouw ogen. Maar je mijt de bestuurskamer even. Ja, wat hebben we daar te zoeken op dit moment? Je wint er niks. Het is heel frustrerend. Het is in mijn ogen echt een groot onrecht. Ik ben prima te spreken over de eerste 25 minuten, half uur tot aan de strafschop qua positiespel. Ik ben prima te spreken over de veerkracht en de strijdlust en de energie met een man minder tot aan de 83ste minuut. En nu hebben we eigenlijk een rustige week kunnen we even bedaren. We gaan vanavond, wat gaan die jongens? Ik kan helaas zelf niet mee door privéomstandigheden, maar we gaan, de jongens gaan vanavond lekker even op de dijk met tegenstander waarschijnlijk een lekker biertje drinken. En dit heeft niks meer met fair play te maken. Aarach, dat is volgens mij iets met rechtspraak. Nou, wij zijn echt onrechtvaardig behandeld vandaag. En we hebben terecht verloren, want Volendam heeft zijn kansen benut en wij niet. Maar je voelt je echt genaaid. Nou, weet je, 8 keer geel en 1 keer rood. Jij hebt de wedstrijd zelf gezien. Dit was nog niet eens. Een oefenwedstrijd gaat er vaak nog harder aan toe. Het ging nergens over. Het was paniekvoetbal. Het was geen controle. Het was... Ja, ik kan mijn jongens echt niks verwijten. Als ze over de schreef gaan, dan prima. Als je een rode kaart krijgt, ook prima. Als je gele kaarten pakt, ook prima. Maar als je dan nog ziet wat je allemaal tegenkrijgt, hoe rustig ze in het veld nog bleven. Nou, het verdiende eigenlijk nog een compliment. Want dit is, ik heb dit in 26, ik ben nu mijn 26e jaar als trainer. Ik heb dit echt nog nooit meegemaakt. Maar we moeten het slikken. En gelukkig hebben we al 10 puntjes. En nu gaan we 2 keer thuis spelen. Volgende week Staphorst thuis. En laat ik het positief afsluiten. Strijker is geschorst. Met 2 keer geel. Dus we spelen volgende week met 11 Urkers tegen Staphorst.